Wat maakt dit nou een tentoonstelling die je echt gezien moet hebben? Ja, het is natuurlijk heel bijzonder dat George Stubbs in Engeland een enorm beroemde kunstenaar is, maar in Nederland totaal onbekend. Er zijn geen schilderijen van George Stubbs in Nederlandse musea. Mensen kennen hem gewoon nog niet. Er is nog nooit ook een tentoonstelling aan deze hele bijzondere kunstenaar gewijd in Nederland. Dus het is echt uniek, het is een primeur en daarom bijzonder denk ik om het hier te kunnen zien. Wat gaan we behalve Whistlejacket nog meer zien? Ja, nog een schilderij van Whistlejacket, dus dat is grappig. We hebben de hele grote Whistlejacket, maar ook een kleiner portret van hetzelfde paard. En twee andere schilderijen die Stubbs voor dezelfde opdrachtgever schilderde. Lord Rockingham, een hele rijke en invloedrijke man. En verder andere portretten van de mooiste, snelste renpaarden van de Britse aristocratie. En natuurlijk Eclipse. Een 18e eeuws paard dat speciaal naar het Mauritshuis komt. Stubbs heeft hem ook geportretteerd. Dat schilderij is te zien. Maar het skelet van Eclipse, het was het beroemdste renpaard uit de 18e eeuw. Dat is bewaard gebleven en komt nu voor het eerst naar Nederland. Je maakt me nou wel heel nieuwsgierig. Nou ja, je hebt net de opbouw van de tentoonstelling gezien. En volgens mij hangt Whistlejacket nu op zijn plek. Dus laten we gaan kijken. Kun je het origineel zien?